Van harte welkom bij Nieuws aan tafel, een nieuw programma van Heuveland Vandaag, waarin we op iedere vrijdag het nieuws van het Heuveland gaan bespreken. En dat doen we met drie gasten. En dat zijn vandaag Danielle Hellebrand. Je bent neurowetenschapper, woont in Waans. Van harte welkom. Een bekend gezicht, Jacques Giessen, zit hier al vaker aan tafel bij het programma Uitgelicht. Ja, ik ga niet je hele cv opsommen, maar theater aan het Vrijthof, toneelacademie directeur, dat waren toch wel belangrijke dingen. Ja. Hele leven in Meersen gewoond. Ja, zo goed als. Ja, ja. Ulestraat was er ook bij, maar is nu bij de gemeente Meersen. Is ook erbij dus, wat dat betreft, inderdaad. En tot slot Maurice Ubachs, tot voor kort CEO van Mediahuis Limburg. En tegenwoordig consultant bij Media Vraagstukken. Jij ook van harte welkom. Geboren en getogen in Kadier een keer? Correct. En dan Kadier of Keer? Of maakt dat... Keer. Ja, daar zit nog wel iets in, natuurlijk. Ja. Ik maak even een snel rondje aan het begin. Wat was voor jullie het opmerkelijkste feit van afgelopen week, Daniel? Ach, mijn hart breekt bij alle oorlogsbeelden. Ja. Afschuwelijk. Ja, kijk je ze wel nog? Ja. Of begin je weg te zappen? Ja, ik begin weg te zappen, maar mijn hart breekt. Als ik aan al die kinderen denk, alles wat de consequenties voor de generaties die daarna komen, mijn hart breekt. Ja. Maurice? Ook Gaza, maar dan anders. De verslaggeving over de ontploffing bij het ziekenhuis. Mm-hmm. En die verslaggeving, naar mijn idee, was veel te voorbarig van grote mediabedrijven, grote redactionele organisaties. Ja. Die eigenlijk heel snel het perspectief kozen van Hamas. Mm-hmm. Volkomen verkeerd naar mijn idee. Ja, want je ziet nu een aantal groeperingen die daarin gespecialiseerd zijn om echt te kijken van hoe zat het nou precies. Ja. En die komen toch ook met een ander verhaal. Ja, Bellingcat en andere. Ja. En als je alles ziet, wat er precies gebeurd is, dat is nog onduidelijk. Dat weet je nog niet precies. Maar in ieder geval, de berichtgeving zoals die vanaf de allereerste minuut naar buiten ging, 500 doden, Israëlische aanslag. Ja, dat zit er toch kennelijk ver naast. Ja. En het is hoogst onverantwoordelijk, want je ziet wat de effecten zijn op de straten in Europa. Precies, ja, absoluut. Jacques? Ja, eigenlijk ook, alleen ik ben altijd verbaasd dat er zo snel gereageerd wordt door mensen op die situatie. Zoals onze eigen minister-president geleden onmiddellijk Israël als de kant kiest, in plaats om het te laten geworden. Je hoopt een beetje dat men wat afstand neemt als men op afstand zit. Laat ik het zo zeggen, als je erin zit kun je geen afstand nemen. Maar degene mensen die op afstand zitten, en gisteravond was iemand bij OP, een journalist die vaker in oorlogssituatie, die zei ook, ze zijn allemaal veel te snel ook om te zeggen, het zijn er 500 en zo. En ik erger me daar eigenlijk al mijn halve leven aan, dat journalisten, en dan zeg ik ook graag journaille tegen, met de nadruk op het einde van, jullie moeten niet zo snel zijn. Rustig even kijken, laten geworden. En je weet altijd dat het in de wereld veel genuanceerder is. Ja. En dat had je als journalist al lang moeten weten. Dat is waar. Te veel sensatiegevoeligheid nog van de meeste journalisten. Maar tegen wie zeg ik het? Tegen Maurice toch niet? Ja, precies. Helemaal mee eens. Ja, precies. We gaan het hebben, als we het over dit nieuws hebben, waar hebben we het dan over in het Heuveland, met alle respect met het nieuws. Maar we gaan het er toch over hebben. We gaan het doen aan de hand van drie stellingen. Iedere stelling kunnen we 6 minuten erover praten. Ik ga de stellingen even alle drie laten voorbij komen. Dan weten de kijkers al waar we over gaan praten. Eén iemand vraag ik dan even, eens oneens, wordt natuurlijk gelijk genoteerd. Maurice, ik begin bij jou. Extinction Rebellion heeft helemaal gelijk als het gaat om het sluiten van Maastricht-Aachen Airport. Oneens. We noteren hem. Jacques. Legaliseren. Nee, we gaan nog niet discussiëren. Legaliseren permanente bewoning, vakantiewoningen, verlicht de woningmarkt. Ja, eens. Eens, kijk aan. En tot slot, Danielle. Het Heuveland afsluiten van overlastgevend toerisme is een kansloze zaak. Ik zou het iets mooi willen zeggen, maar ik vrees ja. Dus je bent het ermee eens. Mooi zo. We gaan naar de eerste stelling. Maurice, jij had het gelijk oneens als het gaat over het sluiten van Maastricht-Aachen Airport. Extinction Rebellion heeft daar onlangs ook gedemonstreerd. Kijk, ik denk dat sluiten van vliegvelden, dat is volgens mij het bestrijden van symbolen. De oorzaak waarom er zoveel gevlogen wordt. Ik denk dat je daar naar moet kijken. Ja, ik hoor net trouwens van de regie, ik moet de knop indrukken, want anders gaat de 6 minuten niet lopen. Dus dat is al de eerste wat we gaan doen. Bij deze, hij is gestart. Sorry, ga verder. Ja, dus ik denk dat je moet kijken naar de oorzaken waarom er veel gevlogen wordt. En vliegen, dat ga je natuurlijk nooit helemaal uitbannen. Maar je zou wel kunnen kijken, hoe kun je dat minderen?
En dan denk ik dat niet het sluiten van een vliegveld in de orde is, maar begin ermee om te zorgen dat die kerosine hetzelfde belast wordt als andere brandstoffen. Mm-hmm. En als je op een nog wat hoger perspectief kijkt dan eens wel hoe we in de wereld alles produceren met z'n allen. Ik heeft al 20 jaar moeite met de journalistiek. Ik koop al 20 jaar geen fles wijn uit Australië of Chili of Nieuw-Zeeland. Want die fles moet de hele wereld over. Ja. En dus ook hoe je... Maar is dat niet ook een beetje van... Want ja, laten we eerlijk zijn. Je weet ook niet waar dat jasje gemaakt is wat je nu aan hebt. Of dat hemd, hè? Ja. Ik bedoel, het is wel heel moeilijk om natuurlijk dat argument dan gaan gebruiken. Ja, dat is lastig. Maar ik denk dat je als samenleving en hoe je het organiseert in Europa en in de rest van de wereld. Als je kijkt hoe een auto wordt samengesteld. Als er ergens iets gebeurt en dan kan die auto niet meer gemaakt worden. Die wordt vanuit onderdelen vanuit de hele wereld wordt die samengesteld. Dat vergt heel veel transport. Dat moet je hierin halen. Ja, precies. Ik heb toch een beetje moeite mee. Ben je het eens of eens oneens met de stelling? Laat ik dat eerst sluiten? Ik heb daarin een genuanceerde houding, dat is wel lastig voor het programma misschien, maar... Ja, maar ik wil toch graag van je horen. Je bent inwoner van Meersen. Objectief, ze vliegen over je objectief hoofd heen. Ben sluiten, ik met Extinction Rebellion eens, dat sluiten. Moet sluiten, ja. En waarom? Omdat ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Waarom zouden we dat hier houden? Er zijn te weinig motieven om te zeggen, wij moeten dat open houden. Hier in deze kleine conglomeratie met zoveel vliegvelden om ons heen. Waarom zou dat nu nodig zijn? Dat is allemaal... Waarom? Dat zijn er al genoeg vliegvelden. Maar denk en je laten we die sluiten die we in ieder geval kunnen sluiten. Maar denk je niet, als we hier sluiten, hè, dan gaan die vliegtuigen die gaan toch vanaf Luik vliegen, vanaf Eindhoven vliegen. Ja, zo kun je redden, ja. Maar moreel red je daar niet mee. Want de moraliteit gaat hoger dan dat gegeven van dat die anderen het ook zouden moeten doen. Nee, je moet beginnen bij jezelf en vaststellen, het is hier niet nodig. Ja. Dus dat noem ik objectief aan de situatie. Met stikstof, met delen onder. Nu is die fijnstof ook nog goed geregistreerd. Noem maar op. Subjectief heb ik nooit geen moeite gehad met het vliegveld. Ik heb in Ulestraten gewoond. Ik woon nu weer om die route. En ik denk zo, als ik buiten zit in de zomer. En we hebben wel meer zomers weer dan vroeger. Hè, dan komt er 8 keer of zo komt zo'n vliegveld heen en weer. Maar je kunt het vliegveld wel dicht doen. Maar vanuit het perspectief van Extinction Rebellion. Dat scheelt niet 1 vliegtuig. Dus dat maakt niks uit. Nee, maar dat klopt. Het is wel, ik ben helemaal eens met jouw systemische probleem. We hebben echt in de maatschappij, in de wereld, een systemisch probleem. Ik ben er ook tegen om dingen van heel ver te consumeren. Maar als je het hebt, de vraag was, in Maastricht AG Airport. Bij ons thuis, mijn uitspraak is nou een beetje moeilijk, want mijn zoon wil piloot worden. Hè, en als ik ervoor pleit dat ergens een vliegveld dicht moet, krijg ik sores thuis bij mijn zoon. Maar en hij is mijn chauffeur als ik drukke dagen heb zoals vandaag. Dus ik hoop dat hij me daar wel mee naar huis neemt. Maar ik vind wel dat het gesloten moet worden. In mijn werk ben ik bezig met het welzijn van mensen, gezondheid en ook het psychisch welzijn. We kunnen zo duidelijk meten hoe ongelooflijk ongezond is. Op het nou stikstof, fijnstof, geluidsoverlast. Het is ongelooflijk veel stress voor de mensheid die daar wonen. Nergens in Europa is er een vliegveld zo dicht bij woonkernen. Ja, er zijn zoveel mensen die er problemen en last van hebben. En laten we wel wezen, hoeveel geld moet er nou ingestoken worden in dat vliegveld? Natuurlijk, je kunt argumenteren, niet zo handig voor de werkgelegenheid. Maar hey, that's part of life, dat er banen gaan verdwijnen. En kijk, als je zegt van, het vliegveld aan zich is niet rendabel. We hebben heel veel vliegvelden in de buurt en daarom gaat er eentje dicht. Daar kan ik mee leven met dat argument, als dat het argument is. Maar niet uit het oogpunt van wat Extinction Rebellion zegt. Dan kun je zeggen van, weet je wat... Alles wat fijnstof en stikstof en weet ik wat van stoffen veroorzaakt, dat doen we dicht. Want dat is altijd beter. Ja, en dan hebben we geen economie meer over. Nee, klopt. En het is hartstikke belangrijk. Dat ben ik ook. Maar goed, als je het nou puur hebt over dit vliegveld. 7 andere mogelijkheden in de omgeving. Ja, maar, waarom open? Nee, maar ja, die vliegtuigen gaan dan naar Düsseldorf, naar Keulen, naar Luik, naar Brussel, klopt. Naar Eindhoven. Maar die liggen niet... Geen enkele CO2 uit de lucht en geen enkele stikstof en fijnstof. Dat weer een systemisch probleem is waar we aan moeten werken, ben ik helemaal mee eens. Maar ik begreep de vraag als, we hebben het nu over Maastricht AG Airport, waar mensen... hartstikke dicht bij het vliegveld wonen, hartstikke ziek zijn, er heel veel last van hebben. Het is niet rendabel. Maar Jacques, is het niet zo als je in Meersen gaat wonen, ja, dan woon je onder dat vliegveld. Kun je dan wel eigenlijk protesten? Ja. Ik ben het met je eens dat ik dat een groot bezwaar ben. Ik heb dat vaker meegemaakt, mensen die ergens gaan wonen, waar je van tevoren weet dat je daar ellende kunt krijgen.
Nou, daar zeg ik altijd van, dat had je dan maar eerder moeten nadenken over. Er is tijd genoeg om na te denken over wil je hier wonen. Natuurlijk was het ook een tijd van de woningnood, maar ik ben nog zo jong om te weten dat toen echt een woningnood was, dat je niet zoveel keuzes had en dat je maar moest gaan wonen. Mm-hmm. Dus dat is, ben ik met je eens, dat moet je niet doen. En dat is dus de vraag, maar dan blijft toch mijn objectiviteit ten aanzien van het gezondheidsvraagstuk rondom een vliegveld. Daar kan ik niet onderuit, dat blijf ik zeggen. Dat moet niet nodig hoeven te zijn, objectief gesproken. Maar subjectief heb ik nooit last gehad van het vliegveld. Nooit? Tijd. Nooit? Nee. Ook geen dakpannen van het dak? Niks. Wordt van... Alleen mijn kleinkinderen die dan naar buiten gaan en zeggen, oh opa, kijk daar, dat komt wel. Die vinden dat natuurlijk fantastisch. De tijd zit erop met de eerste stelling. We gaan door naar de tweede stelling. We blijven bij jou, Jacques, want dat was jouw stelling. Legaliseren van permanente bewoning van vakantiewoningen verlicht de woningmarkt. Jij bent het daarmee eens. Laat maar mensen daar gaan wonen. Ja, 6 minuten loopt. Het komt misschien dat ik uit die tijden kom van de echte woningnood. Waar iedereen maar moest gaan wonen waar je wilde. Ik ben in die tijd veel in Amsterdam. Maar waar hebben we het over? In welke tijd zitten we dan? Als jij zegt, ik denk aan 60 jaar geleden toen ik naar een woning ook was aan het kijken. En daar ook geen kon vinden. En mijn broers en zussen allemaal moesten gaan bouwen. En dat allemaal zelf moesten doen om ergens te kunnen wonen. Maar toen moest gebouwd worden. Ja. Nu gaat het erom. Er zijn geen huizen en we hebben ook geen plek. Ja, maar toen waren er natuurlijk ook geen huizen genoeg. Maar ik vind dus, als die mensen daar dat allemaal kunnen neerleggen, en vooral die nieuwe dingen die er allemaal komen, dan denk ik, maar waarom zouden we daar mensen die in nood zitten niet kunnen laten blijven wonen, hè, zodat zij daar hun leven kunnen uitlopen, want het zijn vaak ook nog oudere mensen die er wonen, die er al heel lang wonen, want die er heel lang wonen, zijn verknocht aan die situatie. Laat die verknochtheid er zijn en regel dat gewoon. Hoe kijk jij daar tegenaan? We hebben regels genoeg. We hebben regels genoeg, daar ben ik ook helemaal met je eens. Ja, ik ben er ook heel pragmatisch in. Ik denk, waarom niet een gedeelte van die vakantieparken beschikbaar stellen voor permanente bewoning? Een gedeelte? Niet helemaal een gedeelte. Ja. Kijk, dat doen we ook met asielzoekers, dat doen we met seizoenarbeiders. Waarom dat niet heel praktisch oplossen? Van de andere kant, hè, het is natuurlijk een pleister op de wonden. We hebben een systemisch probleem. We hebben heel veel panden die leeg staan. Veel te duur voor de jonge starters op de arbeidsmarkt. Er zou echt ook wel een omdenken plaats moeten vinden. Maar als ik zie hoeveel leegstand er is, denk ik, daar kun je ook naar kijken. Maar ik ben ook heel praktisch. Bedrijfspanden, hè? Heb je dan? Hè? Geen woningen, hè? Natuurlijk. Nee, bedrijfspanden waar je ook iets mee kunt, dat oeverloos leeg blijft liggen. Ombouwen tot. Ja, ik ben het er niet mee eens. Nee. Ik denk, als je vakantieparken, als je die permanent hebt bewonen, dan zijn die vakantieparken niet voor gemaakt. Je hebt er de hele uitleg van zo'n vakantiepark, dat is geen normale woonwijk. Mensen die daar zitten, daar gaat het recht van de sterkste gelden. Die liggen vaak afgesloten. Krijg je ghettovorming. Kijk naar alle parken in Limburg, wat daarvoor een ellende is. Mm-hmm. Ook op het gebied van misdaad en van ondermijning, et cetera. Dat worden vrijstaten, zeg jij. Dat worden vrijstaten. Dat moet je niet doen. Mm-hmm. Dus ik zou daar van wegblijven. Ik denk dat je, en dat is ook een druppel op een gloeiende plaat. Je moet kijken naar de hele voorraad van alles wat we inderdaad gebouwd hebben en nog zouden moeten bouwen, wat niet lukt. Maar dan zeg je een druppel op een gloeiende plaat. Maar dan denk ik, als een gemeente, hè, een vakantiepark met 100 woningen heeft, dat is toch al behoorlijk. Ja, maar voor heel Nederland doet dat niks. Dus dat lost de woningnood van onze jeugd en van iedereen niet op. Kijk, als je, ik neem altijd als voorbeeld heel veel mensen van de generatie van Jacques, de jongere generatie, zeg maar. Die wonen in hele grote huizen, vaak in een eentje of met z'n tweeën. Gemiddeld woont er 1,2 mens, misschien een beetje raar om te zeggen, maar 1,2 mens per woning in Nederland. Ja, als je zorgt dat die mensen die in zo'n groot huis wonen, dat die kunnen doorstromen, dat je doorstroming op gang brengt in die woningmarkt, volgens mij is dat veel effectiever. Maar dat is wat we juist willen. We willen toch juist dat de iets oudere mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar thuis wonen, dat kan ook gewoon in een huis kleiner. Huis wat geschikt is. Blijf jij wonen? Is jouw huis eigenlijk te groot, Jaak? Ja. Ja, ja. Voilà. Maar je blijft wel wonen. Ja, dat is te groot. Je gaat niet weg. Maar je blijft er wonen. Ik woon tegenover het park in Meers. Wie zou er niet willen wonen? Ja. Dan kun je toch gewoon sterven met de natuur nog om je heen. Kijken in zo'n prachtig park. Ja. Maar die jonge mensen, die vertrekken uit Meers. Ja, dat weet ik. Mijn vrouw is daar socialer. Die zegt dan altijd, mijn kleinzoon, ik moet het aan een kleinzoon verkopen. Want die krijgen die tijd als een starter, weet je niet, kan die erin wonen. Wat vind je van de plannen? Het is niet alleen, maar het is de Raad van Valkenburg. Hè? Ja. Die wil nou graag het merendeel van de nieuwbouwhuizen toewijzen aan eigen inwoners. Het is niet alleen Valkenburg, dat zijn meerdere gemeenten. Is dat de oplossing? Ik vind het een goede zet.
Je moet zorgen voor de leefbaarheid hier van de dorpen. Maar dan heb je het over de leefbaarheid van één zo'n dorp. Je moet ook zorgen dat er geen brain drain gaat plaatsvinden. Dat de jonge mensen, slimme jonge mensen, die heel veel kunnen betekenen moeten voor het samen... Moeten de werelden... Die moeten ook natuurlijk, heel belangrijk, maar ook misschien dat ze op enig moment weer terugkomen en bijdragen aan de gemeenschap daar. Maar niet alleen maar slimme jongen, het gaat niet alleen om slimme mensen, het gaat gewoon om alle iedereen. Mensen. Er is een verkeerde verdeling en dat ben ik helemaal met je eens. En genoeg oudere mensen die kleiner zouden willen wonen, maar geen appartement vinden. Dat huis zou weer ter beschikking kunnen komen van jongere mensen. Dus er zit gewoon een hele kromme verdeling. Ik zal je een voorbeeld geven. Er zijn veel officieren van justitie en rechters in Maastricht die in de Randstad wonen. Die hebben hier een huis, een tweede huis, om hier door de week een paar nachten te slapen. En die zijn in het weekend, zodra het donderdagmiddag is, weten die niet hoe snel ze terug moeten komen in de Randstad. Dan ligt en het huis leeg, en ze doen niet mee aan de gemeenschap. Ze zorgen voor niks eigenlijk. Maar dat is natuurlijk alleen hier de Randstedeling. Hier liggen prachtige huizen voor een schijntje. Maar daar moet je dus echt wat tegen doen. Maar wat kun je er tegen doen? Ja, is dat dan de oplossing van alleen maar eigen... Wat je daar tegen kunt doen, Maastricht bijvoorbeeld, als je in Maastricht, ik geloof, onder de 350.000 euro, als je daar een huis wil verkopen, dan, of kopen ze, ja, als je een huis onder 3,5 ton Maastricht wil kopen, moet je er zelf in gaan wonen. Ja. Dat is wel effectief en dan moet je daar je adres hebben. Ja, maar dat is toch ook een... Je zegt, je moet kijken naar het systeem, hoe dat in elkaar zit. Het systeem zit toch ook in elkaar dat mannen en vrouwen allebei werken en die vrouwen niet onmiddellijk met de man met het werk meegaan naar Maastricht toe. Ja, dus dat gaat ook niet. Dat is mensen iets opdringen. Ik denk dat we een systemisch probleem hebben. Er is een grote woningnood. Je hebt hem zelf ervaren. Ja. En dan zijn er mensen die zo rijk zijn dat ze en een huis in Den Haag hebben of in de Randstad in Amsterdam. En een tweede huis hier kopen en dan denken, oké, ik heb twee huizen, ik kan dat betalen. Als het mogelijk was, vlogen ze ook nog van Beek naar Amsterdam. Met ja, dat is het liefste, ja. Ja, maar daarvoor wil Zaken het vliegveld ook sluiten, hè. Dan kan dat ook. Voor die moeten we het vliegveld sluiten. Ja, dat ze daar niet doen. Ik moet dan met hem eens zijn, dan moet ik jullie eerlijk zijn. We gaan naar de laatste stelling toe en dan begin ik bij jou, Daniël. Het Heuvelland afsluiten van overlastgevend toerisme is een kansloze zaak. Jij woont in Vaals, dus je bent er heel mee bekend wat dat aan gaat. Je bent het mee eens. Het is een kansloze zaak. 6 minuten. Ja, weet je, niks is zwart-wit, hè? Maar in dit programma wel. In dit programma is het zwart-wit, precies. Dat vind ik lastig, hè? Want er zijn heel veel tinten grijs. Beleven van het toerisme in Zuid-Limburg, ook in Vaals. Ja, dus we zijn toch heel erg afhankelijk van mensen die naar ons toe komen. Maar waarom komen ze naar ons toe? Omdat ze rust, natuur, et cetera willen genieten. Er komen natuurlijk ook een hoop mensen die een hoop herrie maken. Met hun motors en hun scooters en hun squats en weet ik veel hoe die dingen allemaal heten. Nou, dat zijn de lawaai-toerisme. Daar moet je iets aan doen. Maar de rest van de mensen, de overlast... Kijk, op een dag dat de Duitse mensen een feestdag hebben... Ja. Vaals het knettervol op slot. Mm-hmm. En denk, godsamme, kunnen die mensen niet thuis blijven? Mm-hmm. Maar van de andere kant weet ik ook hoe belangrijk het is... als ik dan met mijn auto vastzit. En ik ben op dat moment even vergeten dat het handiger is om te voeten met de fiets te gaan. Maar dan kijk jij naar de economische kant ook. De economische kant, maar ook naar de natuur. Mensen komen hier voor de natuur. En we mogen die mensen door te veel drukte, te veel geluidsoverlast... niet zorgen dat die wegblijven. En ook, ik snap ook best dat de bewoners er ontzettend veel last van hebben. Kun je daar iets tegen doen? Is de juiste vraag. Tegen het lawaai kun je iets doen. Ben je het eens of niet oneens met de stelling? Een kansloze zaak? Ik denk dat het een kansloze zaak is om alles wat je erover verzint, wij geen sterke dingen genoeg hebben. Kijk, in Amsterdam kun je zeggen, met dat drugsgedoe en zoiets allemaal, en is het iedereen eens, ik moet die mensen weren. Maar wij hebben dat hier niet. We hebben niet iets dat je kunt zeggen van... daarom moeten we daar iets direct aan doen. Dus daarom vind ik, is dat bijna kansloos. Maar van de andere kant, het is natuurlijk de vraag... welke maatregelen dat je kunt nemen. Maar welke kun je nemen die effectief zijn... zonder dat er een waterbedeffect wordt? Ja, ik zou het niet weten. Ja, Maurice, hoe kijk jij daar tegenaan? Hij denkt systematisch. Nee, ik zou wel kijken... Ik ben volkomen ermee eens dat je zegt... van het economisch is het ontzettend belangrijk. En daar verdienen veel mensen een boterham aan. Ja, altijd over het geld. Het gaat altijd over geld. Nee, maar ik denk wel, als je ziet... in alle toeristische gebieden in de wereld... die worden allemaal overlopen. Of je nu in Barcelona komt... of je komt in Venetië of Amsterdam of het Heuvelland.
En dat geeft altijd overlast. En ja, ik denk, dit kan misschien wel kansen zijn, maar je moet er alles aan doen om die overlast wel zoveel mogelijk te beperken. Ja. In het belang van het gebied zelf. Dat is ook wel begrepen eigenbelang. Ook van die toeristische ondernemers. Want anders dan krijg je toch toestanden die je niet wil. Ja, die kunnen wel zeggen, mijn hotel zit te vol en mijn terras zit te vol. Maar je kunt bijvoorbeeld technisch best wel iets doen aan die motorrijders, om eens wat te noemen. En je kunt best handhaven op die fietsers. Ja, dus je moet inzetten op gedragsverandering met die lui. Ja, ben ik helemaal mee. Maar je moet wel dan maar daar flink op gaan handhaven. Hebben we genoeg mensen die kunnen handhaven? Ja, los van Handhaven, jouw team Heuveland, hè? De gemeente Vaals, IJsden, Margraten en Gulpen-Wittem. Mm-hmm. En nu is Vaals daar uitgestapt, want het is niet gelukt vorig jaar. En Vaals komt nu, komende maand, met een eigen aantal maatregelen die ze zelf gaan toepassen. Ja, dat is hopeloos. En dan vliegt iedereen van Vaals natuurlijk. Maar een concreet voorbeeld, die mensen die in groep hier komen fietsen. Hoe ga je dat? Wat moet je daaraan handhaven? Oh, niet maar met de groep komen, moet je ze boven en middenlimmer al tegenhouden. Je mag er niet met een groep naar binnen. Gewoon bekeuren. Als jij de hele weg in beslag neemt, bekeur ze maar. Als mensen, als Hells Angels en motorclubs en weet ik wat, als die de verkeersregels overtreden, zul je ze moeten aanpakken. Maar je kunt niet zeggen, we laten de handhaving maar lopen. Dat is toch de manier om er wat aan te doen. Alleen, we zitten natuurlijk daar wel ook met een grote tekort. Dan kunnen mensen niet meer in groep fietsen. Dus we zitten natuurlijk ook wel met een heel groot tekort. Waar halen we de mensen vandaan? Ik bedoel, daar zitten we weer met het systemisch probleem. Waar halen we de mensen? Maar ik ben helemaal met je eens. Het moet beboet worden. Ik zal je een voorbeeld geven. Daar ben ik niet trots op. Als ik in Aken ben en ik moest naar een klant. Ik was te laat. De parkeerautomaat was stuk. Ik kon die anderen niet vinden. Ik denk, nou ja, weet je wat? God zegene die greep. Zo duur is het niet. In Nederland haal ik dat niet in mijn hoofd. Precies. Snap je? Omdat dus het verschil in boetes enorm groot is. Ja. Dus dat wat je mogelijk maakt, gaan mensen ook doen en daar gaan ze gebruik van maken. Dus ik ben ook wel voor een hele strenge regelen en maatregelen. En het handhaven. En laten, de boete. En laten maar betalen. Ik zou zeggen, voor 6, 7 of 10-voudig de toeristenbelasting. Die middelen komen in de algemene pot. Ook. Je gebruikt dat geld om er wat aan te doen. Dan verdeel je de lusten en de lasten. Maar dan weg. Dan tref je, want die Hollanders zijn toch nogal zuinig, zeiden we vroeger. Maar ze gaan niet weg, want er is zoveel druk. Ja, maar Maurice, dan tref je toch iedere toerist en ook die geen overlast geven. De mensen die naar Valkenburg komen, of die krijgen dan een torenhoge toeristenbelasting. Maar de druk is zo groot dat je dan dat geld eruit kunt halen voor de algemene middelen. Dan verdeel je de lusten en de lasten wat eerlijker. Nu zijn de lasten voor de inwoners, de lusten voor de horecaondernemers. Ja. En dat, langs zo'n weg kun je dat iets eerlijker verdelen. Mm-hmm. En die horecaondernemers die hebben daar geen centje pijn van, want die mensen blijven echt nog wel komen. Ja, maar je noemt maatregelen op die we overal opnoemen als het gaat over overlast. Maar het blijkt dat die overal niet werken. Nee, als we niet handhaven, werkt niks. Maar handhaven gaat dus blijkbaar niet. Ja, nee, maar dan moeten we wel handhaven. Of je kanaliseert het. Dan de handhavers. Of het lawaai-toerisme kanaliseren in bepaalde periodes. Dat iedereen weet van, nou, deze week gaat er een hoop lawaai rondom Vaals plaatsvinden. Ik zorg dat die week weinig buiten de deur komt. Ik denk dat er creatieve mogelijkheden zijn. Er zijn creatieve. Ik las een artikel in de Limburger. En daar kwam de suggestie. We moeten meer processies houden op zondag. Want kijk, dan heb je een structuurmaatregel die altijd werkt. Maar boetes, straf en zoiets, dat weten we al eeuwen, dat werkt uiteindelijk niet. Maar zoiets, de processie op de weg, dit kan natuurlijk niet, we hebben geen processie. Nou, ik vind gaan niet meer naar de kerk, dus we hebben al een taak voor jou. Ja, ik vind dat we hier aan tafel, dan hebben we hier toch iets bereikt, dat we meer processies moeten hebben in Limburg. Dat is de conclusie van dit programma. Ja. Ik dank jullie hartelijk voor jullie mening vandaag. U thuis dank ik voor het kijken naar deze aflevering van Nieuws aan tafel. Volgende week vrijdag zijn we er weer. En dan zitten 3 andere mensen hier aan tafel. Fijne avond.